Goedemiddag allemaal en welkom bij deze editie van Klingendaal Lees, een serie over toonaangevende boeken over internationale onderwerpen. Deze editie gaat over het boek van Sven Biskop, hoe de grootmachten de wereldpolitiek bepalen, Grand Strategy in 10 kernwoorden. Nou, we zijn heel erg blij dat we Sven Biskop vandaag konden verwelkomen hier. Sven Biskop heeft heel veel verschillende patches, maar ik zal er maar een paar noemen, anders ben ik denk ik de rest van het uur aan het vertellen over Sven Biskop. Hij is onder andere professor aan de Universiteit Gent en ook het hoofd van het Europa in de Wereldprogramma aan het Egmond Instituut. Hij is defensie-expert, Europa-defensie-expert. En vanuit die functie heeft hij natuurlijk ook zijn boek geschreven waar we het vandaag over gaan hebben. Hoe de grootmachten de wereldpolitiek bepalen. En in het boek gebruikt hij 10 kernwoorden om dus die relaties tussen de VS, China, Rusland en de EU uit te leggen. Naast hem zit Dick Sandé, mijn collega, en senior onderzoeker bij Instituut Klingendaal. Hij is ook het hoofd van de Security Unit en voordat hij bij Klingendaal is begonnen had hij onder andere functies bij de NAVO, de EU, zoals het European Defence Agency. Zij zullen het komende uur in gesprek gaan over het boek van Dick Sandé, van Sven Biskop, niet over het boek van Dick Sandé. En hier zal ook vooral veel ruimte zijn voor vragen uit de zaal. Het gesprek wordt ook opgenomen, dus ik zal tijdens de vragen ook rondlopen met de microfoon, zodat u goed in de microfoon kan praten voor de opname. Nou, dat is genoeg van mijn kant, denk ik. Graag een applaus voor Dick en Sven. Dankjewel. Ik zou zo voor de inleiding. Sven, dat boek ligt hier. Volgens mij is het ongeveer een jaar geleden geschreven, is dat correct? Ja, er is nogal wat gebeurd in de wereld in dat jaar, met name in de laatste 3 maanden. Dus mijn insteek vandaag is niet om met jou dat hele boek te gaan doorakkeren, maar om aan de hand van het boek en met name de 4 aanbevelingen waar je mee komt, of de 4 voorschriften in het laatste hoofdstuk, eens te kijken of die voorschriften die jij daarin poneert, hoe je die nu plaatst in het heden na de inval van Rusland in Oekraïne. Dat is een beetje mijn opzet voor vandaag. Dat doen we in ongeveer een half uurtje met z'n tweeën. En daarna mag u in de zaal, en ik dank u nu al voor uw komst hier naartoe, mag u vragen stellen aan Sven. Maar het eerste half uurtje gaan we dus even een duetje aan. Ongetwijfeld zal daarbij aan de aandacht komen, orde komen, een thema waar jij onvoorstelbaar veel over hebt gepubliceerd en nog altijd publiceert en waarschijnlijk nog altijd zal blijven publiceren, namelijk de toekomst van Europa. En met name natuurlijk dan de rol van Europa op het punt van buitenlandse politiek en defensie. Het werd al gezegd net, een van jouw expertises. In je boek noem je Europa eigenlijk een 4de wereldmacht, naast natuurlijk de 3 anderen, de Verenigde Staten, Rusland en China. Maar je geeft natuurlijk ook wel aan dat die wereldmachtstatus van Europa, lees de Europese Unie, natuurlijk vooral gebaseerd is op economie en handel. En dat de zwakte hem toch vooral zit in de buitenlandse politiek en de defensiesamenwerking, oftewel de militaire macht. En dan kan ik het toch niet laten even een zin te citeren uit het boek waar je Europa omschrijft. Daar gaan we. Europa is dan wel een marionet van de Verenigde Staten, ofwel een cynische zwartrijder die zich verschuilt achter de Amerikaanse militaire macht en achter grootse retoriek over mensenrechten en democratie, maar eigenlijk het economisch belang voorop stelt. Het is natuurlijk de vraag of na de inval in Oekraïne en de verschuiving die we hebben gezien recentelijk, of dat nog laatste nog wel helemaal waar is. Maar het blijft natuurlijk wel zo dat de Europese Unie als politieke, diplomatieke en militaire macht nog steeds een redelijke dwerg is. In ieder geval geen grootmacht is. In het boek geef jij 10 kernwoorden waaraan een grand strategy zou moeten voldoen. Voor het woord grand strategy is eigenlijk geen Nederlandse vertaling beschikbaar. Je noemt het dan maar strategie. Die gaan we niet allemaal aflopen, want daar hebben we de tijd niet voor. Dus ik ga nu over op je 4 aanbevelingen, je 4 voorschriften en kijken hoe jij dat ziet in het tijdsbestek van het heden en na de inval in Oekraïne. Het eerste voorschrift wat jij geeft is: aanvaard gelijke spelers en zoek engagement in plaats van confrontatie.
En dat klinkt natuurlijk als een buitengewoon logische aanbeveling in een wereldorde die langzamerhand verschuift in de richting van multipolariteit, ter vervanging van de oude bipolariteit. Want als die elementen er niet zijn, dan wordt het chaos tussen de grootmachten. Mijn vraag is nu, hoe is het mogelijk dat na de Russische inval in Oekraïne, het schenden van de bestaande internationale spelregels door Rusland, maar ook gezien het feit dat China in de Zuid-Chinese Zee ook al bepaalde activiteiten heeft ondernomen die nou niet exact volgens de regels van het internationale spel zijn, hoe is het mogelijk om dit voorschrift in de komende tijd nog te gaan uitvoeren? Dank je, Dick. En eerst en vooral toch een warm dankjewel aan Klingendaal om mij te hosten vanavond. Klingendaal is toch het nauwste zusterinstituut van Egmond. En zeker Dick en ik werken heel vaak samen op het thema Europese defensie. Ik heb dit boek eigenlijk geschreven om mezelf bezig te houden tijdens de eerste lockdown. Mensen moeten iets doen. Ik heb het eigenlijk origineel in het Engels geschreven. Toen kwam er ook een tweede lockdown en toen heb ik het maar vertaald. Toen ben ik er maar mee opgehouden in de volgende lockdowns. En natuurlijk is, ja, je weet als je een boek schrijft waarin je ook ingaat echt op de actualiteit, de dag nadat het uitkomt is er iets waarvan je dacht, ah, dat had er nu nog net ingemoeten. Dat is altijd zo. En ik pretendeer zeker niks voorspeld te hebben. Dat zeker niet in mijn boek. Maar ik denk toch dat het analysekader stand houdt. En ik blijf ook grosso modo bij mijn aanbeveling. Al begrijp je dat ik daarover dus nu examen moet afleggen. Met die eerste aanbeveling bedoel ik eigenlijk ook vooral, ja, ik denk dat heel vaak er toch een ondertoon is in het discours bij ons en ook in de VS, zo'n beetje, waarin we een beetje verongelijkt zijn. Zo van, wie denken die Chinezen en die Russen eigenlijk wel dat ze zijn? Beseffen ze niet dat het normaal is dat wij, Europeanen en Amerikanen, het voor het zeggen hebben? Waarom aanvaarden ze dat nu niet gewoon? Dat is natuurlijk geen natuurwet dat wij het voor het zeggen hebben. En dus je moet ervan uitgaan, denk ik, dat er altijd andere grootmachten zullen zijn. Dat wij nooit alleen het voor het zeggen zullen hebben. En dat je dus idealiter met die andere grootmachten toch een modus vivendi moet vinden. Dat zeker het doel van onze strategie niet kan zijn dat die anderen zouden ophouden als grootmachten bestaan. Soms heb ik de indruk dat zeker onder Trump de strategie van de VS bijvoorbeeld was make China small again. Ja, dat gaat niet gebeuren natuurlijk. Als je zegt dat mijn doelstelling zijn, dan weet je dat is onrealistisch. Ofwel ga ik dat nooit behalen. En dan ga je eigenlijk, zoek je eigenlijk zelf de confrontatie op. Dus mijn standpunt is, nee, je moet ervan uitgaan, er zullen andere grootmachten zijn. Het is in ons belang om een modus vivendi te vinden en die allemaal in het systeem te houden. Eén wereldorde, één kern van regels waaraan iedereen zich houdt, eerder dan ze uit het systeem te duwen. Natuurlijk, als één daarvan zelf uit het systeem stapt, zoals Rusland nu eigenlijk doet door de basisregels te schenden en een aanvalsoorlog te lanceren, ja, dan moet je reageren. Dus het is mijn bedoeling, mijn standpunt is vooral, wij hebben er zelf geen belang bij om een nieuw soort koude oorlog uit te lokken. Maar tegelijk moeten wij wel assertiever zijn. Als een andere macht zich als rivaal opstelt, dan moeten we ook wel terugslaan. En de twee hangen samen. Ik denk, je kunt het je permitteren om je constructief en open op te stellen als de andere partijen net weten dat je ook bereid bent om jezelf te verdedigen en desgevallen terug te slaan als zij te ver gaan. De twee hangen samen. Want ik denk wel, als je alleen maar zegt, ik ben hier om beleefd te zijn en goede dingen te doen in de wereld en je laat jezelf een beetje doen, dan tel je eigenlijk niet mee. Even een vervolgvraag. Ergens tijdens het betoog zei je, make China small. Op het moment lijkt het alsof de Biden-administratie inzet op make Russia small. Ze zet in op het totale verdrijven van de Russen uit Oekraïne, inclusief van de Krim. Zelensky hoort dat natuurlijk ook heel graag en dat gaat gepaard met wapenleveranties en noem maar op. Past die doelstelling in omgaan met Rusland post deze crisis? Want ooit zullen we aankomen op een moment dat we post deze crisis zijn om een werkbare relatie met Rusland te onderhouden.
een van mijn 10 kernwoorden is rationaliteit. En daarmee bedoel ik, uiteraard kan niemand zijn emotie uitschakelen. Ik denk dat wij allemaal ook emotioneel ons betrokken voelen bij die oorlog in Oekraïne. Maar degenen die de strategie moeten bepalen, die moeten wel hun emotie aan de kant schuiven. En dan moet je rationeel kijken. Vraag 1, wat is ons belang eigenlijk? Staat ons vitaal belang op het spel in Oekraïne? Nee. Daarmee bedoel ik, het overleven van Nederland en België en de Europese Unie hangt niet af van het overleven van Oekraïne. Dus dan maak je een kostenbatenafweging. Het is geen vitaal belang, maar we hebben er wel belang bij dat er een onafhankelijke Oekraïne blijft bestaan. We hebben ook belang bij het onderschrijven van de stabiliteit van de wereldorde. Dus wie die doorbreekt, moet gestraft worden. Maar ons vitaal belang staat nu op het spel. Dus hebben we beslist, we gaan zelf de oorlog niet aan. Want dan kom je in een grootmachtenoorlog terecht die een nucleaire oorlog kan worden. En dan wordt ons overleven mogelijk wel bedreigd. Dus onze positie is eigenlijk die van non-belligerend. We hebben partij gekozen en we doen alles om Oekraïne te steunen, behalve zelf de oorlog aangaan. Dat allemaal om te zeggen, dan moet je wel duidelijk weten wat uw doelstellingen zijn. Ik interpreteer onze Europese doelstelling als het voortbestaan van een onafhankelijk Oekraïne op een zo groot mogelijk grondgebied. Maar je merkt dan, vind ik, dat velen ongeduldig zijn. En dat is natuurlijk cru om te zeggen. Ik bedoel, het is makkelijk. Wij zitten hier aan tafel te keuvelen. Wij zitten dan in de vuurlinie. Maar eigenlijk duurt die oorlog nog niet zo lang. Dus het idee dat het eigenlijk al aan de ontknoping zou moeten zijn, ja, de meeste oorlogen duren helaas iets langer dan 2,5 maand. Maar we worden ongeduldig en dan zie je dat we denken, oei, het zit geblokkeerd, we moeten meer doen. Nog sancties uitvinden of de retoriek escaleert. En dan zeggen sommigen, Poetin is een crimineel. Poetin mag niet aan de macht blijven. Heel Oekraïne moet bevrijd worden. Rusland moet verslagen worden. En dan denk je dat we moeten oppassen, want dat zijn allemaal doelstellingen die volgens mij Oekraïne alleen niet kan bereiken. Dus als je zegt, desondanks, nee, dat zijn toch onze doelstellingen, zeg je eigenlijk impliciet, we gaan niet alleen een non-belligerend zijn, we gaan rechtstreeks ons in die oorlog mengen. Ik bedoel, als je dat doet, dan moet je daar wel een heel expliciete discussie over voeren. En dat mag geen glijdende besluitvorming zijn. Dus ik denk dat wij goed moeten voor onszelf uitmaken wat onze doelstelling is. Volgens mij moeten we ervan uitgaan, of we dat nu graag hebben of niet, dat het meest waarschijnlijke scenario is, Poetin zal aan de macht blijven. Ooit moet deze oorlog beslecht worden op diplomatieke weg. In het slechte geval duurt dat nog jaren, maar en ooit moeten we Rusland terug in het bad trekken en terug in het systeem trekken. Dus denk ik dat je nu kan zeggen, oké, we moeten Rusland wel pijn doen, want het is een boodschap aan Rusland zelf en aan elke andere potentiële agressor. Maar het is ook niet, denk ik, onze bedoeling om Rusland kopje onder te duwen. Want als de Russische staat ineenstort, wat gebeurt er dan weer? Dus ik denk, ze pijn doen, ja, ervoor zorgen dat dit niet snel kan gebeuren, ja. Maar het is ook interessant, als Amerikanen zeggen, we willen Rusland zodanig pijn doen dat ze dit de komende 10 jaar nooit meer kunnen doen, dat is niet hetzelfde als zeggen, we gaan heel Oekraïne bevrijden. Die vallen niet per se samen. Je kan het ook heel kostelijk maken voor Rusland en desondanks bezetten zij een groot deel van Oekraïne. Dat er een soort Pyrrhus-overwinning wordt, waar Oekraïne niet per se mee geholpen is. We gaan in het examen naar vraag 2. Je tweede voorschrift is investeren in effectief multilateralisme. Nou, dat is natuurlijk een prachtige constante in het beleid van de meeste Europese landen. En zeker de kleinere landen zoals België en Nederland. Maar het lijkt natuurlijk toch wel de laatste jaren dat multilateralisme erg op zijn retour is. Eerst door toedoen van ene meneer Trump. Maar we zien ook uitholling van de Europese Unie binnenuit. Ik noem even Polen en Hongarije. We zien het probleem Turkije in de NAVO. Deze daar ook een heel actueel vanwege de aanvraag van Finland en Zweden, waar Erdogan moeilijk over doet. Kortom, een jaar verder na het schrijven van het boek, kijk je nog op dezelfde manier naar dit voorschrift aan? Of wordt de uitvoering van het blijven nastreven van multilateralisme steeds moeilijker? Ik denk dat mijn argumentatie stand houdt. Ik denk wat mijn boek totaal voorbijgestreefd had gemaakt, dat had de positie van China kunnen zijn. Ik denk, indien China zich achter
Rusland had geschaard, zoals wij ons achter Oekraïne scharen, dan was dat een kantelpunt geweest voor de wereldpolitiek. Dan was je terug terechtgekomen in twee blokken die een koude oorlog beginnen, die zich van elkaar loskoppelen. Wij en de Amerikanen tegen de Chinezen en de Russen. Dan is het gedaan met het multilateraal systeem en dan klopt er van mijn boek nog heel weinig. Maar dat gebeurt niet. Je ziet in tegendeel dat China zich in het midden houdt. En hun retoriek is veel meer pro-Russisch dan iets anders. Maar de praktijk van hun beleid is eerder non-interventie. Ze gaan hun relatie met de Russen niet verminderen, maar ze gaan ook niet speciaal iets meer doen om ze te steunen. En hoe slechter Rusland het doet, hoe meer ze op hun limieten botsen, hoe meer denk ik China geneigd zal zijn om te zeggen, gaan we ze ook niet te nauw associëren. Dus denk ik, bevestigt dit eigenlijk mijn visie dat de wereld multipolair is. Die grootmachten, sommige grootmachten staan korter bij elkaar dan bij anderen, maar uiteindelijk blijven het onafhankelijke spelers die hun eigen belangen nastreven en die hun relatie met de andere grootmachten niet gaan laten bepalen. Allee, ik bedoel, China gaat zijn relatie met ons of met de VS uiteindelijk niet laten bepalen door wat Rusland kiest. Ze gaan hun eigen belang nastreven. Dus blijft, vermits het multipolair blijft en vermits het niet in twee kampen uiteenvalt, blijft het multilateraal systeem vooralsnog levensvatbaar, denk ik. En velen bestempelen China als revisionistische macht. Ik zie dat niet. Ik denk wel dat China zijn uiterste best doet om binnen het systeem meer macht te verwerven. Maar dat is aan zich niet illegitiem. Als ze dat op legitieme wijze doen, dat proberen we ook te doen. Wij moeten hen natuurlijk niet aanmoedigen. Hè. Dus wij moeten zorgen dat wij voldoende invloed houden. Maar ik zie niet dat China het systeem onderuit probeert te halen, alternatief probeert te creëren. Zij proberen binnen het systeem meer macht te verwerven. Dus denk ik dat de terechte aanbeveling blijft. Natuurlijk, daar heb je gelijk in. We moeten ervoor zorgen dat onze eigen multilaterale instellingen blijven functioneren. En aan de ene kant creëert die oorlog veel eenheid. Ik denk zeker binnen de EU. Hopelijk blijft die ook lang aanhouden. De rol van Turkije in de NAVO, ja. Ik denk, Turkije was eigenlijk toch al een buitenbeentje in realiteit. En denk ik had krediet teruggewonnen door zich op te stellen als bemiddelaar tussen Oekraïne en Rusland. Maar dat krediet hebben ze nu weer allemaal uit het raam gegooid door hier een beetje een koehandel te beginnen. Ik weet niet precies wat ze verwachten. Maar in ruil zullen ze iets willen. Daarmee hebben ze zichzelf weer buiten de mainstream van de NAVO gezet. Toen een vervolgvraag. De Europese Unie en NAVO is natuurlijk niet des China's, maar de globale instellingen, ik denk aan het IMF, aan de Wereldbank, zo zijn er nog een aantal te noemen, die worden toch wel uitgedaagd door China. Er zijn zelfs op een aantal gebieden zijn alternatieven door China opgericht. Stelt dat niet eisen aan hervorming van de wereldwijde multilaterale instellingen? China heeft bijvoorbeeld de Asian Infrastructure Investment Bank opgericht. Maar dat vind ik echt een concurrentie voor het systeem. Dat is een bank die binnen het systeem opereert. En die eigenlijk interessant wordt, dat is een multilaterale bank waarvan wij ook lid zijn. Nederland en België. Dus in die zin is dat precies wat wij wilden. China dat multilateraal ageert. Maar je hebt wel gelijk. Ik bedoel, China ageert binnen het systeem, maar volgt zeker niet altijd de regels van het systeem. En dat is het moeilijke evenwicht, denk ik. We hebben er meer belang bij dat China in het systeem blijft dan dat het van buitenuit het systeem probeert af te breken en een parallel probeert op te zetten. En om ze erin te houden, zal je compromissen moeten sluiten. Ik kan zeggen, de wereldorde is gemaakt door de Amerikanen met de hulp van de Britten in 1944-1945. Dat maakt ze voor mij niet minder legitiem, want iedereen heeft ze nadien vrijwillig onderschreven. Maar je kan natuurlijk niet verwachten, als je nu nieuwe regels moet maken voor nieuwe beleidsdomeinen of om bestaande domeinen aan te passen, dat je even snel de regels tussen Brussel en Washington gaat afspreken. Je zal dus de Chinezen mee aan tafel moeten zitten en een compromis moeten sluiten. Maar het heeft geen zin een aantal toegevingen te doen om de Chinezen erin te houden als ze nadien toch de regels niet volgen. En hoe kan je hen dwingen om de regels te volgen? Tegelijk is mijn grote vrees, in hoeverre gaan de VS bereid zijn te blijven investeren in het multilateraal systeem? Soms denk ik dat de VS in feite terugneigen, zoals China, naar een meer
klassieke 19e-eeuwse opvatting van multilateralisme. Multilateralisme is het congres van Wenen. De grootmachten komen samen en nemen een aantal beslissingen als ze overeenkomen en gaan terug naar huis. Maar er zijn geen grote, sterke, permanente organen die beslissingen nemen en de macht hebben om die af te dwingen. Dat is eigenlijk onze opvatting van multilateralisme. En misschien dat wij in feite als Europeanen als enige nog overblijven, misschien met enkele bondgenoten die daarvoor zijn. En hebben wij dan het gewicht om het bestaande in stand te houden, maar meer nog om het systeem uit te breiden en te verdiepen. Maar ik vind alleszins dat wij de laatste jaren, wij spreken veel als EU over multilateralisme, maar doen we er eigenlijk veel aan? Ik zie zo weinig leiderschap. Ja. Ik heb even op de klok gekeken. We gaan de derde stelling overslaan. En ik ga meteen door naar de vierde, want daar wil ik toch nog even je uitdagen. En de vierde stelling, of de vierde voorschrift, die gaat over je moet je eigen soevereiniteit beschermen, maar je moet ook je eigen machtsbasis tegelijkertijd daarbij behouden. En dat lijkt voor de Verenigde Staten Rusland, met een klein vraagtekentje over de toekomst, en China gesneden koek. Maar hoe zit dat nou met die Europese Unie, die op het gebied van buitenlandse politiek en defensie nog altijd een lappendeken is, gekenmerkt door fragmentatie en niet door eenheid. Denk jij dat de crisis die we hebben in Oekraïne, maar ook de opkomst van China, ook het feit dat de Amerikanen veel meer van Europa gaan verlangen, dat dit nu echt de gamechanger is die tot verandering in Europa op dat punt gaat leiden? Wat mij opvalt is dat er al niet meer gesproken wordt over Europese diplomatie en buitenlands beleid. Er is nu heel veel momentum over defensie, daar kom ik direct op terug. Maar als we terugdenken aan het begin van de crisis, toen we nog dachten dat we met Poetin aan het onderhandelen waren, dan kreeg de EU zelfs geen zitje aan de tafel. Deels natuurlijk omdat het een bewuste tactiek is van de Russen. Ik heb eerlijk gezegd ook niet echt veel poging gezien van de VS om te insisteren dat we aan tafel moesten zitten. Ze hebben gezegd, ja, maar we gaan nu consulteren. En dat werd dan al snel, ja, maar we zullen nu nadien informeren. Maar vooral is dat toch natuurlijk omdat er eigenlijk geen echt Europees buitenlands beleid is. Dus ik denk dat ons systeem van besluitvorming bij unanimiteit niet werkt voor crisisdiplomatie. Voor lange termijn dingen wel, maar niet voor crisisdiplomatie. Maar ligt dat op tafel? Je hoort zo'n paar geluiden nog eens van ja, zal we naar QMV, naar meerderheidsbeslissingen moeten gaan? Maar echt veel debat is er nu over. Dus ik hoop dat we dat niet vergeten. Nu, defensie. Ik ben toch verbaasd, veel meer dan ik verwacht had, hoor ik mensen zeggen, we zijn heel blij, om het op zijn Vlaams te zeggen, we mogen ons twee polletjes kussen, dat de Amerikanen de leiderschapsrol spelen die ze spelen. Maar, iedereen weet toch, ja, had Biden verloren aan Trump, welke rol zal de VS dan vandaag spelen en wat gebeurt er in 2024? Veel meer dan ik verwacht had, hebben veel mensen in het Brusselse milieu dat in hun achterhoofd. Dus dat speelt ook wel mee, denk ik, bij het idee. We moeten nu wel het moment gebruiken om door te duwen op vlak van defensie. En iedereen geeft nu veel meer uit. Maar zoals, denk ik, jij en ik het erover eens zijn, als iedereen dat op zijn eentje doet zonder coördinatie, zal dat een effect hebben, maar veel minder dan wanneer je dat aflijnt. En de voorstellen die de commissie gisteren op tafel heeft gelegd, zijn toch een heel goede stap in de richting. Persoonlijk vind ik het als cliché Belgische eurofederalist zeer goed dat net de commissie een rol speelt in defensie. Want uiteindelijk gaat het maar werken als het supranationaal wordt op de een of andere manier. Is het de gamechanger? Daar ben ik dan weer voorzichtig in. Ik bedoel, ik schreef al over het Europese defensie toen ik nog student was. Ik ben in 1998 afgestudeerd. En ik heb sindsdien ettelijke keren de grote gamechanger uitgeroepen om dan vast te stellen dat het hem toch niet was. Dus ik ben een iets voorzichtiger optimist geworden. Maar alleszins dat de commissie nu zo'n activistische rol speelt. Dus ik hoop nu dat alle lidstaten er ook in meegaan en dat we op korte termijn dat geld dat er nu zal zijn op een Europese manier toch kunnen besteden. Dank, Sven, voor deze eerste ronde. Ik geef nu de mogelijkheid aan jullie allen in de zaal om een vraag te stellen. Ik ga even de procedure voorstellen. Wilt u even uw naam noemen en heel kort namens wie u hier eventueel bent? En stel dan ook graag een korte vraag en niet ellenlange betogen, want we hebben maar een half uurtje. En ik zal 3 tot 5 vragen steeds in een groepje nemen. Anders wordt het heel veel heen en weer gelopen en nogal verstorend. Dus ik zou zoeken met de microfoon. En ik let even op waar de handjes opgestoken worden om een stuk of 3, 4, 5 vragen te verzamelen. U was heel snel.
als later binnenkomen, mag ook als eerste. Vriendelijk bedankt. Ik vond het een heel erg interessant antwoord. Maar u pleit dus heel erg, en ik vind het ook goed dat de commissie dus heeft voorgesteld, voor een Europese leger. Maar dat is eigenlijk helemaal niet binnen de mandaat van de Europese Unie. Dus vindt u dat we dan niet beter kunnen gaan inzetten op de NAVO? Heldere vraag. We komen er zo op terug. Althans, Sven komt er zo op terug. Dan de meneer en dan de mevrouw daarachter. Toch nog de vraag over de opstelling van Rusland en misschien ook wel India in het conflict Rusland-Oekraïne. Stel nou dat toch de situatie zo uit de hand loopt dat de Russen bijvoorbeeld een tactisch nucleair wapen boven de Zwarte Zee zouden gooien. Zou dat de positie van China en India kunnen veranderen? Dank u wel. Dan die mevrouw daarachter. Mijn vraag heeft betrekking tot de rationaliteit, met name in verband met de Krim. Als er zou een compromis gesloten worden, vindt u niet dat een dynamo-effect zou beginnen, namelijk dan Orbán zou binnen RD Transylvania marcheren? Want hij heeft ook een zulke narrative met betrekking tot geschiedenis. Ja, even kijken. Nog eentje nemen erbij. Volgende ronde, Kees. Ja. U heeft een aantal wereldmachten genoemd. En ik quote meneer Sandé, die relevant waren voor februari 2022. Kijken we nu waar de politiek en de landen zich druk om maken, dan gaat het om energie. Als men nu kijkt waar de mineralen zitten en waar de remaining natural resources zitten, dan kom je bij twee andere blokken uit. Ik noem ze maar blokken, maar het kan ook een continent of een land zijn. Afrika en het Midden-Oosten. Ik zou graag uw visie horen hoe deze twee mogelijk al dan niet erbij, ernaast of ertussen komen. Dank u. Ik zal ze in omgekeerde volgorde nemen. Die laatste is heel interessant, want ik bedoel, hoe deze oorlog ook eindigt, we gaan niet nadien terug beginnen massaal uit Rusland importeren. Dus die verlegging van die aanvoerketens is permanent. Dus we moeten echt heel snel beginnen in kaart brengen. Okay, van waar importeren we dan wel? Om te beginnen energie, fossiele brandstoffen, maar ook nadien voor de groene transitie heb je al tal van critical raw materials nodig. Van waar komen die dan wel? En dan zul je vaststellen dat effectief belang wint, of een nieuw belang wint bij de stabiliteit van andere landen. Zeker Noord-Afrika en het Midden-Oosten. En sommige daarvan hebben ook defensie-implicaties. Hè? Want zeker fossiele brandstoffen zitten toch helaas geconcentreerd in andere dictaturen en of niet zo stabiele staten. Dus dat kan potentieel defensie-implicaties hebben, zeker op onze zuidelijke flank. Daar moeten we op voorbereid zijn. Want daar gaan de Amerikanen het namens ons niet meer doen, denk ik. Het voordeel is wel dat wat die andere critical raw materials, die de grondstoffen betreft, die je dan nodig hebt voor de groene transitie, dat die veel breder verspreid zijn over meer continenten. Dat die markt momenteel wel gedomineerd wordt door China, maar daar kan je in inbreken. Dus al die landen gaan wel belangrijker worden, maar ik zou ze geen blok noemen. Er is geen Afrikaans blok of geen Latijns-Amerikaans blok. Het zijn individuele staten wiens positie kan versterken, omdat ze dat geld hebben, maar die vaak toch nog altijd redelijk fragile staten zijn. Dus ik zie eerder dat je in die landen, in die continenten, een stevige concurrentie zult zien ontstaan tussen de verschillende echte grootmachten omwille van die natuurlijke grondstoffen. De enige ik spreek van die vier grootmachten, omdat je kijkt, als je kijkt naar hun politieke, economische en militaire macht, er zijn wel wat onderlinge verschillen tussen die vier. Maar de afstand tussen hen is veel kleiner dan die tussen die vier en de volgende groep van landen. Dus degenen die er potentieel zouden kunnen bijkomen zijn, denk ik, Japan. Heeft middelen, heeft de organisatie, maar niet de ambitie. En mogelijk India heeft de middelen, heeft nu niet de ambitie, maar zeker ook niet de organisatie. Dat brengt me bij de vraag over tactisch nucleair wapen en de positie van China en India. Dat denk ik wel, ja. Ik bedoel, China houdt zich nu zo in het midden. India gaat eigenlijk verder. Ze hebben hun olieimport nog opgevoerd uit Rusland. Dus wij bekritiseren vaak China, omdat we dat als grote concurrent bezien. Maar India gaat eigenlijk, zit nog verder van ons verwijderd. Maar dat zien we eerder als een potentiële bondgenoot. Dus daar zeggen we dan niet zoveel over. Okay. Ik denk effectief dat het
bedoel, het is een mogelijkheid, het gebruik van een nucleair wapen door Rusland. En het is een scenario waar geen antwoord op is. Ik bedoel, er bestaan plannen voor het allerslechtste scenario, namelijk een nucleair wapen tegen onszelf gebruiken. Maar tegen een derde land, dat is dan eigenlijk geen antwoord op. Maar de drempel blijft toch enorm om van Rusland een first user te maken. En ik denk effectief dat dan misschien er een echt diplomatiek isolement zou kunnen ontstaan. Want daar hebben die andere spelers, zoals India en China, ook absoluut geen belang bij. Je kan je ook de vraag stellen, maar ik ben geen Rusland-expert. Als Poetin zover zou willen gaan, zouden er dan op dat moment misschien stemmen binnen het systeem ontstaan die zeggen, dit gaat te ver. En we moeten nu misschien 's lands belang toch boven het belang van de persoon Vladimir Poetin plaatsen. Groot vraagteken, ik weet het niet, maar dat kan ik mij voorstellen. Er was een vraag over het Hongaars irredentisme. Onlangs sprak je met een Chinese militair in Brussel die me eigenlijk die vraag stelde, een heel verrassende vraag. Denkt u dat Polen en Hongarije in ruil voor de steun aan Oekraïne, alhoewel Hongarije niet zoveel steun levert natuurlijk, dat ze eigenlijk in ruil daarvoor een stukje Oekraïns grondgebied willen? Ik vond het heel verrassend dat ze daarover dachten. Maar dus ik denk dat is uitgesloten. Ik bedoel, er wordt veel wind rondverkocht, zeker door Hongarije. Ik was laatst nog in Budapest, een beroepsmisvorming overal waar ik ga, bezoek ik het Legermuseum. En daar hangen inderdaad nog etelijke keren zo die grote kaart van dit is Hongarije nu, dit was het. Zo van, nee, versta van eigenlijk zou het dat moeten zijn. Maar uiteindelijk weet iedereen, oké, daar gebeurt nooit nog iets mee. Dus ik denk niet dat we daarvoor moeten vrezen. Kom ik bij de EU-NAVO-vraag. Voor alle duidelijkheid, het gaat niet echt over het opbouwen van een Europees leger. Voor mij betekent een Europees leger dat een militair niet meer betaald zal worden door Nederland of door België, maar dat die op de loonlijst van de Europese Unie zelf staat. Dan heb je een echt Europees leger. Daar gaat het niet over. Het gaat over het samen aankopen en ontwikkelen en bouwen van uitrusting. En eventueel, daar pleit ik voor, over het verankeren van nationale eenheden in permanente multinationale structuren. De commissie botst, moet ik zeggen, schuurt natuurlijk tegen de limieten van haar bevoegdheden aan. Dat is duidelijk. Maar zo werkt de politiek, denk ik. Ik ben een politicoloog en geen jurist. Mijn standpunt is, als de politieke wil er is om iets te doen, dan gaan we dat doen. En als dat een wetswijziging vraagt om verdragswijziging, dan zullen we de wet wel aanpassen. De wet is een instrument en geen doel op zich in deze. Natuurlijk binnen de grondwettelijke bepalingen, uiteraard. Hè. Maar bedoel, als er een grote consensus om iets te doen en het is een juridische bepaling die in de weg staat, ja, dan zal de consensus er ook wel zijn om die juridische bepaling uit de weg te werken. Dus, maar opnieuw, persoonlijk vind ik, waar werkt Europa? Wel, waar het supranationaal is. En waar het intergovernementeel blijft, botst het toch op zijn limieten. En dus ik ben 100% voor die ommekeer en het activisme van de commissie, zelfs in defensie. Dank. Het is inderdaad opvallend hoe ook de commissie van von der Leyen weer het verdrag aan het oprekken is. Hè? Want ik weet nog dat Common Procurement, dat was 3 jaar geleden nog een no-go. 5 jaar daarvoor was Common Investment in Research and Development een no-go. En je ziet het elke keer een straatje opschuiven. Maar ooit worden natuurlijk de limieten toch wel, denk ik, bereikt. Maar dat even ter aanvulling op wat Sven zei. We gaan in voor de tweede ronde. Dus we beginnen met Kees van Rij. Anderen graag daarna de hand opsteken. Goedendag, mijn naam is Kees van Rij, oud-ambassadeur in onder andere Turkije en Griekenland voor Nederland. Ik had een vraag over het recente, zeer interessante voorstel van president Macron voor een Europese politieke gemeenschap. Ik dacht, het is in het kader van uw verschillende voorschriften die ik heb gehoord een interessante vraag als het gaat om Europa. Met name het idee dat als je niet kan toetreden tot de interne markt, kunnen we je laten toetreden tot de rechtsstaat. Dat deel van het verdrag, of althans zo heb ik het begrepen, of zo kun je het interpreteren. Werkt dat meer stabiliteit in de hand of is dat juist destabiliserend? Hoe ziet u dat? Dank. Dan zag ik aan de andere kant, die meneer en ook daarnaast. Mijn naam is Peter van der Bel. Ik heb een onderzoeksbureau op het gebied van persoonlijkheidspsychologie. De inleiding op de vraag is de volgende. Ik probeer me wel eens zo te verplaatsen in de gemiddelde Amerikaan in deze hele crisis met de Oekraïne.
En die zou misschien wel eens denken van verhip zeg, wij besteden wel erg veel of een aanzienlijk deel van onze belastingcenten om die Russen die Oekraïne uit te krijgen. Terwijl onze partner, diezelfde partij, dagelijks financiert met miljarden euro's om die strijd aan de gang te houden. En nu is mijn vraag, hoe lang is een dergelijk dilemma voor Amerikanen draagbaar en met welk argument zou dat onderbouwd moeten worden? Dank u wel. Heldere vraag. Zelfde rij, denk ik, Xuxu. Dank u wel. Jarno Buurlen van de Universiteit van Utrecht. Voor de oorlog in Oekraïne hebben China en Rusland een verdrag ondertekend. In de vorm van een niet-aanvalsverdrag, volgens mij. En nu is China een opkomende macht, Rusland het tegenovergestelde. Zal er ooit een moment aankomen waarin China Rusland niet meer nodig heeft? En zo ja, hoe ziet die relatie er dan uit? Dank. Dat zijn drie, denk ik, heel uiteenlopende, hele goede vragen. Ga je gang, Sven. Dank je. De voorstellen van Macron, ja. Ik heb die in de eerste plaats geïnterpreteerd als een heel diplomatieke manier om aan Ursula von der Leyen te zeggen, geen EU-lidmaatschap voor Oekraïne. En ik denk dat von der Leyen daar zeer ver gegaan is, omdat ze goed weet dat de meeste lidstaten er eigenlijk niet voor zijn. Maar het is natuurlijk zo'n beetje moeilijk. Hoe zeg je dat nu? Want we worden nu allemaal geacht 100% voor Oekraïne te zijn. En dat is een mooie uitweg. En hij heeft ook vermeld, misschien een mooi statuut voor het VK, Verenigd Koninkrijk ook. Dus in die zin vind ik het wel een interessante piste. Want ik denk dat ons probleem is dat we... er zijn een aantal landen die je nauwer wil aanhalen, maar voor wie lidmaatschap niet mogelijk is, of toch niet op de heel lange termijn. Ik bedoel, om het redelijk grof te zeggen, maar ik denk dat de uitkomst zal zijn dat Oekraïne nog enkele jaren of decennia een bufferstaat zal blijven tussen ons en Rusland. Ik bedoel, niemand kiest ervoor een bufferstaat te zijn, maar die rol wordt dus soms opgelegd door de context van de grootmachtenpolitiek. Net zoals aan België werd opgelegd de facto, of het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden eigenlijk. Hè. Dat was het uitvindsel. Dus dat is de realiteit. En dan is dit een mogelijke tussenoplossing om te zeggen, we willen iets meer doen, want we hebben eigenlijk al een deep and comprehensive free trade agreement, dat is niet niks met Oekraïne, maar je kan het er dan bovenop zetten. En voor de Balkanlanden heb je een ander probleem. We weten wel uiteindelijk gaan die er allemaal bij komen, maar dat gaat nog lang duren. En hoe ga je die dynamiek gaan? Dus in afwachting daarvan. En ik hoop dat we ooit eens tot een vergelijking met Turkije komen. Want wij wachten nu tot zij zeggen, we willen er niet meer bij. En zij wachten tot wij zeggen, je mag er niet meer bij. We moeten daar ooit eens uit geraken en een tussenoplossing vinden. Dus in die zin vind ik het... Ik heb het nog niet in detail bestudeerd, maar ik vind het wel interessante pistes om het debat te lanceren. Over de VS... Ja, het is natuurlijk een moeilijk dilemma. Hè. Persoonlijk vind ik dat we dat debat veel te lang gerekt hebben. We hadden veel rapper moeten zeggen, het energiepakket ja of nee. En niet zo blijven door emmeren zo. En ondertussen dan maar... Ja, er is zo'n dynamiek ontstaan waarbij men blijkbaar verwacht dat er elke week nieuwe sancties worden uitgevonden. Waarvan het bijkomende effect beperkt is, denk ik. Hè. Sommigen zijn iets strenger dan het andere. Ze worden uit het Eurovisie Songfestival gekegeld. Is dat een straf of een soort of een gunst? Ik ben er niet zeker van. Maar, het is natuurlijk zo. Ja, je kan niet, ik begrijp van energie-experten, je kan de olie-import redelijk makkelijk stopzetten, maar de gasimport niet. Ja, dat is een realiteit. En ik denk dat wij daar toch sterk genoeg staan om dat ook aan de VS duidelijk te maken. Want de VS had er al langer op aangedrongen. We hebben gezegd, nee, voilà. In die zin, maar daar zie je toch op economisch vlak, zijn we een speler. En kunnen we ook aan de VS zeggen, nee, want het gaat niet. Ook al is dat een zeer ongelukkige situatie. Maar oké, ja, je kan niet in een maand tijd of op twee maanden tijd, denk ik, het beleid van de afgelopen 20 jaar ineens corrigeren. Dat zal nog enige tijd vergen. Tegelijk moeten we toch ook duidelijk aan de VS zeggen dat wij zelf ook heel veel investeren. Want wie heeft er massaal in Oekraïne geïnvesteerd sinds 2014? Wij toch, als Europese Unie ook. Ik bedoel, ook economisch, niet alleen militair. En het is waar dat de VS meer uitgeven aan defensie dan wij, altijd al. Maar alles is relatief. Hè. Het idee van dat wij niks uitgeven... We geven minder uit vergeleken met de VS, maar vergeleken met de rest van de wereld geven we ook wel heel veel uit. Dus
dat moet ook een beetje uit, denk ik. Nu, die laatste vraag is heel interessant. Ik denk, hoe groter het machtsonevenwicht wordt tussen China en Rusland, hoe stroever de relatie zal worden. Want je voelt nu al, Rusland, het stoort hen echt dat ze de facto de tweede rangsrol spelen nu na China. Want in hun geest zijn ze eigenlijk toch het referentiepunt. En zo behandelen ze de facto vaak China toch nog. En dat stoort de Chinezen dan weer geweldig. Dus echt veel liefde is er tussen die twee niet verloren. Maar tegelijk, denk ik, gaan ze elkaar nooit openlijk afvallen. Ik citeer in het boek Dmitry Trenin, een collega van Carnegie Moskou, die zegt: Rusland en China niet altijd met elkaar, maar nooit openlijk tegen elkaar. Want ze zien een wereld die door de VS gedomineerd wordt en ze gaan elkaar altijd steunen tegen de VS. Maar ze gaan niet per se elk van elkaars projecten ondersteunen. Maar Poetin heeft nu wel de Rusland nog afhankelijker gemaakt van China. Terwijl voordien al alle Russische collega's die ik ken, collega's academici, vonden van ja, ons beleid is in onevenwicht geraakt, veel te veel op China gericht en we zullen de relatie met Europa moeten normaliseren om die terug op hetzelfde punt te brengen. En nu doet hij het omgekeerd. Hè. En iedereen weet ook, al het geblaas over hij moet zijn invloedssfeer, dus aanstekers, beschermen tegen ons. Het zijn niet wij die daar overal doordringen, het is China. En alle Russische, ex-Sovjet-republieken, is China economisch al even belangrijker of belangrijker dan Rusland. En de echte geopolitieke uitdagingen voor Rusland, dat zijn wij niet. Dat is het feit dat in het Aziatisch Rusland een enorm groot grondgebied, vol grondstoffen, en daar woont geen kat, bij wijze van spreken. En aan de andere kant van de grens heb je 1,4 miljard Chinezen. Als ik mij aan geopolitiek interesseer, zou ik zeggen, daar zou ik wakker van liggen. Niet van de uitbreiding van de EU of de NAVO natuurlijk. Dus ik denk dat die relatie aan de ene kant de frictie zal toenemen, maar aan de andere kant zijn er zeer sterke factoren die maken dat die twee landen elkaar niet snel zullen laten vallen. Helemaal niet. Maar het belang valt niet 100% samen. Want ik denk dat de Chinese strategie, die vooral politiek-economisch is, heeft behoefte aan een zekere stabiliteit. Terwijl de Russische strategie van pakweg de laatste 10, 15 jaar bewust instabiliteit creëert. En daar botst het. Hè? Want je mag niet vergeten, China had een heel goede relatie met Oekraïne. Het was een sleutelland voor het Belt and Road Initiatief. En niet zo belangrijk dat ze voorrang zullen geven op Rusland, maar het stoort hen toch, denk ik. Voordat we de laatste ronde ingaan, ga ik toch even jezelf nog een vraag stellen. Want ergens in het boek las ik toch ook iets heel interessants, waar je het hebt over strategische cultuur. En strategische cultuur is uiteraard een voorwaarde om een grand strategy ook te hebben. En je zegt daar ergens in het boek: vaak in landen met volatiele en gefragmenteerde binnenlandse politieke situaties is er een weinig samenhangende strategische elite en een zwakke diplomatie en defensie, kan er dus eigenlijk geen strategie zijn. Had je het hier over België of Nederland? Ja, en dat wordt opgenomen natuurlijk, dus nu moet ik zeer, zeer voorzichtig zijn. Ik had het toch vooral op de EU natuurlijk, want ik denk dat wij zijn ten aanzien van die drie andere wereldspelers toch wel sterk benadeeld, omdat wij geen staat zijn. Ik zou hopen een staat in wording, een federale staat in wording, maar daar zijn we nog lang niet natuurlijk. Dus je hebt eigenlijk een heel gefragmenteerde besluitvorming en je hebt een gefragmenteerde strategische gemeenschap. Je hebt een strategische gemeenschap in de 27 hoofdsteden en een deel daarvan is dan ook pan-Europees en kent elkaar. Maar het zwaartepunt ligt toch altijd in de hoofdsteden van het debat. En dat is ook de vraag als think tank, wie probeert te beïnvloeden. En voor ons is dat makkelijk. Wij zitten in Brussel, dus wij spelen dofjes op de twee. Maar je ziet ook dat de andere think tanks dat hun hoofdaandacht gaat altijd naar het nationale debat telkens weer. Dus hoe creëren dan die Europese cultuur? Ik denk wel, kort te zeggen, door gemeenschappelijke opleidingen. De EU heeft het Europees Veiligheids- en Defensiecollege, waar elk jaar toch enkele honderden diplomaten, militairen en andere ambtenaren door roteren. Dat is toch belangrijk om die gemeenschap geleidelijk aan te creëren.
Dames en heren, u krijgt één keer de kans om een vraag te stellen en dan gaan we naar de afronding. Ik zie één handje daar en een handje daar. Dus daar beginnen we mee. Die meneer daar. Ja, dank u. Ik heb gezien dat de heer Sandé wel de inleiding vanuit een bepaald perspectief heeft gedaan. Want ik behoor nog steeds tot de Europeanen die hoopten dat er na de val van de Sovjet-Unie een Europees huis zou worden gebouwd. En ik zie dus nu dat dat met name onder invloed van de Amerikanen weer niet zal lukken. Er wordt hier gewezen, nu komt mijn vraag. Er wordt wel gewezen naar de rol van de Europese Commissie, die zo mooi Europa een beetje bij elkaar kan houden. Maar die mensen in de Europese Commissie hebben blijkbaar weinig geopolitiek besef. Want als ik ze vergelijk met andere grote staatslieden, hebben ze ons in een beleid gebracht met hun olieboycott, gasboycott, voedsel, die helemaal niet realiseerbaar zijn en als een boemerang op ons zijn teruggevallen. Dus ik vind het gebrek van de mensen in die Europese Commissie om geopolitiek te kunnen denken, zoals een Erdogan dat kan, zoals andere rijkbouwers dat kunnen, buitengewoon schadelijk voor Europa. En de vraag is er niet ook nog een weg terug waarin je denkt, wij zijn met Rusland toch eigenlijk door hun grondstoffen, cultuur, hun geografie, demografie, meer verbonden dan de Atlantische wereld. Kan West-Europa alleen nog maar Atlantisch denken? Of kunnen wij ook nog pogen die hele oude thalassocratische continentale tegenstelling nog weer eens dichten? Dank u wel. Ik dacht dat u... Ja, die meneer daar. Herman Wilmer, Forum Benelux. Maar ik wou het juist de andere kant uitschrijven. De tegenhanger van de vraag van mijn voorganger is, als je de Spectator en dergelijke kranten leest, dan zie je dus onder andere van Russische filosofen of staatsfilosofen die dan onder andere de leer van de Eurasiatische gemeenschap van Lissabon tot Vladivostok bepleiten. A, het is nogal grotesk. B, sluit het ergens bij de realiteit aan. Maar wat zit daar nou precies achter? En wie voelt zich hierdoor aangesproken? En wat willen de Russen daar zelf mee? Dank u wel. Is er aan de andere helft nog iemand? Mijn goede collega Adasja die een vraag wil stellen. Ja, Adasja Stoepman van Instituut Klingendaal. Mijn vraag had eigenlijk betrekking op de multipolariteit en multilateralisme. Want zoals ik het net hoorde, gaf u aan dat juist omdat de wereld multipolair wordt, er ruimte blijft voor multilateralisme. Maar is het ook niet zo dat door de multipolaire wereld en landen steeds meer relatieve macht krijgen en belangen juist steeds meer botsen, dat juist multilateralisme en effectieve multilaterale besluitvorming kan ondermijnen? En hoe past dat dan in uw aanbeveling? Ja, om met die laatste te beginnen. Ik zeg dan dat het alternatief is bipolariteit. En als we terug uiteenvallen in twee rivaliserende blokken, dan worden al die organen wellicht meteen verlamd. Dan heb ik niet gezegd dat multipolariteit makkelijk is om mee om te gaan. Ik denk dat het veel complexer zal worden dan het was. Omdat wij zullen moeten leren aanvaarden dat landen die wij misschien als partner zien of als verwant zien, met ons overeenkomen bepaalde dossiers en toch niet op andere. Zoals bijvoorbeeld India ons toch niet steunt op Rusland, als het daarop aankomt. Maar wij hebben te veel de neiging, denk ik, om een beetje manicheïstisch te denken, good versus evil. Er is altijd het idee, de wereldpolitiek gaat uiteindelijk over de democratieën tegen de dictaturen. Maar dat is een zodanige simplificatie. De realiteit is, de wereldpolitiek gaat over staten die hun belangen nastreven en die met elke andere staat samenwerken, als dat hun belang dient, los van de interne staatsvorm. Maar wij kunnen dat vaak niet goed van elkaar loskoppelen. Dus omdat het Chinese model natuurlijk een dictatuur is en we heel blij zijn dat wij hier wonen en in China, maar daarom vinden we vaak automatisch alles wat China dan in zijn buitenlands beleid doet ook illegitiem. Terwijl dat niet per se zo is. Natuurlijk soms wel. Bijvoorbeeld de de facto, je hebt er dan verwezen, de de facto militaire annexatie van de Zuid-Chinese Zee. Maar als zij moeite doen en veel geld uitgeven om een Chinees te laten verkiezen
op een hoge functie in de VN, ja, dat is de game. Hè. Als je dat niet haast, dan moet je niet meespelen. Maar zij mogen meespelen zoals wij mogen meespelen. Dus complex wordt het zeker, maar het is de enige oplossing, denk ik, om een modus vivendi te vinden door toch desondanks te proberen te doen werken. Nu, de vraag over Rusland. Ja, natuurlijk een punt voor corona. We hebben een samenwerking als Egmond met de Russische Academie voor Wetenschappen. En ik ging elk jaar naar Moskou. En zeker recent nu, dat is heel veel geld geïnvesteerd in Moskou. Of dat representatief is voor andere Russische steden, daar twijfel ik aan. Want je loopt in Moskou rond en je kan een citytrip doen naar Moskou, zoals een Russische citytrip doet, naar Londen of Parijs. En je voelt je wel thuis, hè, want je bezoekt de musea. Je kent de schrijvers, je kent de schilders, je kent de componisten. Dus je bent onder Europeanen. En die heb je een punt. Maar bedoel, die verwantschap zou ik niet... Ik denk niet dat het makkelijk is om te zeggen die is nauwer of minder nauw dan de transatlantische. Want uiteindelijk is het ook, ja, vermits door de kolonisatie, toch ook onze cultuur, de Europese cultuur, die de VS heeft gecreëerd. Dus om nu te zeggen, de ene staat dichter bij ons dan de andere cultureel gezien, dat kan je denk ik moeilijk meten. Dat is een kwestie van interpretatie. Ik denk, oké, historisch gezien natuurlijk was Rusland niet per se de ander. Rusland was één macht onder de Europese machten die in alle opeenvolgende Europese oorlogen nu eens met de ene en dan met de andere meestreedt. Maar natuurlijk sinds de Russische revolutie en dan de Koude Oorlog zijn ze eigenlijk de ander geworden. En daar zitten ze nog steeds, maar toch wel voor een groot stuk door hun eigen toedoen, moet je dan ook zeggen. Want oké, de Russen hebben vaak geschermd met dat idee van een Europees huis en een nieuwe Europese veiligheidsarchitectuur. Heel concreet is dat nooit geworden. Hè. Ik kan altijd zeggen, oké, maar wat wil je dan eigenlijk precies? Plus, een Europees huis bestaat. Hè. Het heet OVSE, Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa. En het is Rusland die ervoor zorgt dat het niks kan doen. En dus ga je dan een andere vage structuur opzetten die dan ook niks gaat doen. Dan denk ik, ja, laat het dan zo. Want daar wil ik niet investeren. Dus ik denk... Rusland stelt zich graag verongelijkt op, maar weten ze eigenlijk zelf wat dat dan zogezegd moest zijn, dat grote Europese huis? Ik zie het niet, eerlijk gezegd. En ze vergeten toch een aantal dingen. Poetin schrijft tegenwoordig graag historische stukken, maar hetgene wat nooit zegt is, ja, wie heeft er de Sovjet-Unie doen springen? Wij niet, zij. Yeltsin die vond dat het niveau boven hem, Gorbachev, dat het niveau te veel was. En zij hebben de Sovjet-Unie doen springen. En bedoel, daar wortelen ze nog mee, denk ik, die fantoompijnen van het keizerrijk. Maar dat hebben ze zichzelf toch wel aangedaan en wij niet. Dus ik vrees dat Europees huis... En het punt is natuurlijk, Rusland is te groot. Dus als je Rusland lid maakt van de Europese Unie, dan heb je nooit nog een evenwicht in de Europese Unie. Dus vermits de rest van Europa quasi één Unie is, zal Rusland er altijd buiten blijven. Nu, om af te ronden... Dat wil niet zeggen dat je per se een slechte relatie met Rusland moet hebben. Dat is iets anders. Ik bedoel, als het Russisch beleid verandert natuurlijk... Natuurlijk is dan mijn visie. Hopelijk kom je eens tot een modus vivendi met Rusland. Okay. Je hebt mensen die zeggen... We zouden eigenlijk Rusland aan onze kant moeten zeggen voor de invasie nu. Hè. We zouden ons moeten alliëren met de Russen tegen de Chinezen. Maar ik kan even goed zeggen, als je dan toch speciaal tot de box wil denken... kun je dan ook alliëren met de Chinezen tegen de Russen... Ik denk, geen van de twee gaat gebeuren. En dus wij hebben er als Europeanen vooral belang bij. Eén, we hebben een alliantie met de VS. Daarin moeten we investeren en die moeten we in stand houden. En hopelijk verschuift de VS binnenlands gezien niet zoveel dat zij het niet meer willen, want dan hebben we een probleem. En twee, laten we ons proberen, als het kan, die andere twee, China en Rusland, te engageren waar de belangen samenvallen. Met China zijn er nog samenvallende belangen. De Russen hebben zichzelf in feite... Ja, buitenspel gezet en gezegd, nee, wij zien nu enkel nog als rivaal. Dus dat is eigenlijk hun keuze. Dus de bal ligt toch wel heel erg in het kamp van Rusland nu, zou ik zeggen. Dank je. En daarmee zijn we toch weer terug bij het begin, namelijk de vier grootmachten. Dus het is een prachtige afsluiting. Het is 6:00 en u heeft niet gezien wat ik wel zag, namelijk dat er een kar in aantocht is met bier en frisdrank en allerlei soorten wijn op. Dus die staat in de coulissen te wachten. Dat is dan ook een mooi moment om het af te sluiten met dat in het vooruitzicht. Ik herinner aan dat dit boek waar we het een beetje over hebben gehad, de aanleiding was voor dit gesprek, heden te koop is voor een gereduceerd tarief achter in de zaal. U kunt dan zelfs nog een handtekening van de auteur vragen als hij bereid is die te zetten. Ik denk het wel, zeker als u zorgt dat hij regelmatig een glaasje wijn krijgt, want ik ken hem. Maar Sven, ik wil je nogmaals van harte danken dat je er toch naar het Haagse hebt ondernomen uit de hoofdstad van Europa.
We hopen je uiteraard nog eens een keer te zien. Dat zal ongetwijfeld ook gebeuren. Zoals ik ook alweer in Brussel zal opduiken op een mooie dag. Dank en een applaus graag. Dank u wel. Veel dank natuurlijk ook aan mijn collega Dick Sandé voor dit mooie gesprek. Aan het Nutshuis voor de samenwerking en mijn collega's. En aan u voor de goede vragen uit het publiek. Achter mij zult u zien dat we ook een paar volgende events hebben. Voor Klingendaal Leest hebben we in juni een event met Joanna Cho en Frans Paul van der Putten over China. Het boek China over grenzen. We hebben op 7 juli, op 9 juni een Klingendaal Newsroom event. En op 7 juli het volgende Klingendaal Leest event. Reset over identiteit, gemeenschap en democratie. Met Mark Elgades en onze directrice Monica Sie. Voor nu, zoals mijn collega al zei, het boek van Sven Biskop is achter in de zaal te verkrijgen. En ik praat graag met u verder onder het genot van een borrel.